Nou, ik vond dit er ook wel interessant uitzien van Mango. Een echt leren jasje. Ook nog een mooi echt suède laarsje. Ik zie hier echt een heel klein kastje. Lijkt wel van ons. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video en we gaan weer shoppen vandaag. Ik ga jullie meenemen naar de kringloop. Ik heb namelijk een hele toffe nieuwe kringloop ontdekt. Tenminste, voor mij was die nieuw. Het is kringloop Red een Kind. Ik zal wel eventjes het adres in de beschrijving zetten. En ik kwam er afgelopen zaterdag toevallig langs. Heb ik ook heel eventjes snel al binnen gespiekt. Maar ik dacht, ik moet terug voor een uitgebreide kringloopshopronde. En dan neem ik jullie gezellig mee. Dus let's go! Ik ben er. Kringloop Red een Kind. Dat is ook een groot goede doel. En hij is wel alleen maar van donderdag tot met zaterdag open. Dus als je een keertje wil gaan, is dat even iets om rekening mee te houden. Nou, snel naar binnen. Er is hier ook echt super veel servies. Ik vond dit ook wel leuke borden. Klein spikkeltje, zo'n opstaande rand, wel handig voor pasta. Er is een hele stapel van. Ik was laatst ook steeds op zoek naar dit soort plateaus waar je dan je kaarsen op kan zetten. Ik vond deze eigenlijk ook wel leuk. Deze is maar 40 cent. Weet je, die goud tinten, mooi met een gouden kaars en die met de kerst ook kun je nog wat groen of zo bijleggen en lichtjes. Ja, wel leuk. Ik zie hier echt een heel apart tasje. Het lijkt wel van een soort van karton. Er zit een bitje in. Het lijkt net muizentrappetjes of zo. Maar ik vind het wel leuk voor de zomer. Dan heb je een beetje zo'n boho outfitje. Als je s'avonds op het strand gaat eten of zo. Leuk. Nou, dit is iets voor de koningshuislovers. Twee bussen van de paleizen. Eentje van Soestdijk. En dit is Draakstein. Dat is heel fijn trouwens. Ja, ze hebben ook lekker veel kleding. Ik ga eerst eens eventjes kijken hier in de kinderkledinghoek. Grotere kinderen moet je echt wel een beetje geluk hebben bij de kringloop. Maar voor de kleintjes zijn er altijd echt wel leuke dingen. Ze hebben nu ook hele leuke jasjes. Deze van Name It. Is ook maar 3 euro. En dan deze blauwe. Ziet er ook echt nog heel mooi uit. Ook volgens mij 3 euro. 4 euro. Van die skipakjes. Ja, is vaak gewoon heel weinig gedragen. Maar prachtig. Leuk. Ook hele schattige mutsjes. Deze voor 1 euro. Zelfs oortjes erop. En deze. Allemaal 1 euro volgens mij. Nog een truitje van Mango. Helaas ook te klein voor mijn jongens. Maat 110. 1,50. Dit is ook nog een hele toffe trui. Van Kos is die. Ook maar 1,50. Dus ja, voor de kleinere kids spot ik echt wel leuke dingen. Oeh, kijk wat een gave schoen. Hij heeft Teddy van binnen. Ik vind hem echt super. Maar ja, het is maat 40. Dus het gaat voor mij niet passen. We zijn van Esprit. Is er nog een ritje? Helemaal leuk. Ook nog een mooi echt suède laarsje. Dus maar 3 euro. Maar helaas ook niet mijn maat. 36. Nou, ik vond dit er ook wel interessant uitzien. Van Mango. Een echt leren jasje. Op zich is het model volgens mij wel tof. Alleen, ik zag net dat de mouw is echt wel een beetje afgesleten. Dus dat is jammer. Nou, kijk eens jongens. De bodywarmer is natuurlijk ook helemaal terug. En hier hangt hij ook al gewoon in de kringloop. Hij is ook nog zo kilted. Wat natuurlijk ook helemaal in is. Alleen, hij lijkt wel vrij smal. 2 euro. Nou, ik kan hem zo eventjes voor jullie aandoen. Beetje zomers misschien qua stof, maar wel een hele leuke top. Er zit een hemdje onder. En hij is 3,50. Ik kreeg laatst natuurlijk verzoekjes van de mannen. Of ik de mannenkleding ook wat vaker mee wilde nemen. Nou, soms is het ook echt helemaal niks, vind ik. Maar nu zag ik deze trui van Cottonfield.
Op zich wel mooi. Ziet er wel nog helemaal goed uit. Een mooie winterse trui. En verder foute kersttrui. 3,50. Nou, ik spot hier ook nog een vintage 501. Wel altijd heel cool natuurlijk ook om af te knippen. Kun je er een kort broekje ook van maken. En voor gewoon zijn ze trouwens ook leuk. Maar het is niet mijn maat helaas. Nou, kijk eens hoe leuk. Nog een helemaal nieuwe Bert en Ernie. Er zitten gewoon nog kaartjes aan. 3 euro. Echt heel leuk. En er is ook nog een Elmo. Ook een hele grote mooie speelgoedhoek hier. En ik zag deze cementwagen. En dit is ook zo gigantisch duur speelgoed. Volgens mij kost zo'n wagen anders wel 50 euro. Ziet er ook echt nog mooi uit. Maar ja, zo groot. Ik denk dat Max er op zich wel blij van zou worden. Maar ja, wel een beetje een steinweg. Ook een hele mooie draagzak nog van Baby Bjorn. Die heb ik zelf ook gehad. En ja, mijn ervaring met het dragen was eigenlijk niet zo heel positief. Maar goed, dit is dus wel iets als je dit zoekt. Soms is het gewoon vrijwel niet gebruikt. 7,50. Dat is wel normaal echt wel hoog duur. Ik heb even de bodywarmer aangedaan. Niet echt speciaal een hele leuke combi met wat ik nu aan heb. Ik denk dat het leukste is gewoon met een hoodie eronder. Op zich is hij wel leuk. Hij ziet ook op zich wel goed. Alleen hij is wel een beetje erg smalletjes, vind ik. Ik vind het leuker als het een iets meer oversized look is. Maar goed. Kan wel. Dit zie ik de laatste tijd ook heel vaak, dat mensen dit dan bijvoorbeeld op hun slaapkamer of zo hangen. Op zich wel grappig. Nou, jullie weten, Delft Blauw blijf ik ook altijd leuk vinden. En ik vind dit soort vazen ook wel mooi. Tenminste, dat kan je dan als vaas gebruiken. En potjes voor suiker. Ook heel oud. Ik ben weer thuis. Nou, was echt superleuk. Echt leuk om weer een nieuwe kringloop ontdekt te hebben. En het ziet er ook allemaal heel mooi en netjes uit. Ze hebben heel veel servies, leuke kledinghoek en veel speelgoed. En deze keer nam ik ook iets mee uit de speelgoedhoek. Dat is eigenlijk niet zo heel vaak zo. En deze is eerlijk gezegd ook voor een vriendje van de jongens. Althans, ik dacht, nou, Max kan er eerst eventjes zelf mee spelen en dan geven we hem dan gewoon weg. Want ik vond hem zelf eigenlijk te leuk om te laten staan, maar ook wel weer heel erg groot voor in huis. En hij is ook eigenlijk leuker voor buiten, voor in de zandbak. En die hebben we niet. Maar goed, hij is wel, kijk, je kan hier helemaal aan draaien. En nou, er kan van alles in. Hier kan je ook zand in doen. Dus echt super leuk. En ze zijn nieuw, echt onwijs duur, rond de 50 euro. Dus voor 1,50 was het toch wel echt een goede score. Nou, ik had met de kleding niet zoveel geluk deze keer. Was allemaal net niet de goede maat. Maar gewoon leuk om nog weer eens terug te komen, denk ik. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog en abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En dan ben ik er volgende week weer met een nieuwe shopvlog. En op vrijdag met een vlog. Tot dan!